De winkels, cafés en restaurants in de zijstraten van de binnenstad moeten meer aandacht krijgen. Dat vindt ondernemer Hans Mostert, die de website zijstraatjes.nl is begonnen. Drommen met mensen die de hoofdstraat aflopen. De kleine zijstraatjes laten ze links liggen. En dat moet volgens Mostert anders. In de hoofdstraat zitten de gerenommeerde winkels. Iedereen kent ze. Mensen hebben een bepaalde wandelgang naar diezelfde winkels. En andere winkels, vreemde winkels, van dan over het algemeen kleinere middenstanders, die zijn wat moeilijker te bereiken. Die drempel is te hoog. Dus wij hebben vervolgens met de ondernemers gesproken. Zeiden van, hoe kunnen we die drempel nou verlagen? En daar kwam dus zijstraatjes.nl uit naar voren. Mensen die in Apeldoorn willen winkelen kunnen alvast via de website een kijkje nemen in de zijstraatjes. Een goed idee, vindt ondernemer Dorian de Goedhart. Zij neemt ook deel aan zijstraatjes.nl. Nou ja, het leek me wel een goede reclame eigenlijk. Ook omdat de zijstraatjes zijn natuurlijk wat minder in de picture. Hoe merkt u dat dan? Nee, omdat het zijstraatjes zijn. Dus mensen gaan automatisch op de hoofdstraat af. Bezoekers van de binnenstad zien de actie wel zitten. De hoofdstraat is natuurlijk, dat trekt altijd natuurlijk. Hè? Maar ik ga ook de zijstraat, want ik ga ook de Oranjerie wel eens door. Dat maakt, het is net wat ik nodig heb. Vroeger waren alle winkels aan de hoofdstraat, nooit aan de zijstraatjes. Nu wel, dus het is even wennen misschien. Komt u wel eens in de zijstraatjes? Ik kom wel eens in de zijstraatjes, ja. Hele andere winkels zoals bij ons. Dus dat vind ik wel leuk. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Emmen. Ik kom niet van hier, ik ben de eerste keer hier, dus ik ben wel gaan kijken. Want juist vaak in die zijstraat zitten vaak de leukere winkeltjes, vind ik. En klopt dat ook hier? Ja, klopt. Want hier heb je toch wat je overal ziet in elke stad. Dus in Eindhoven en Amsterdam zie je die ook. Hè? En juist die kleine winkeltjes, dat zijn in elke stad weer anders. Dus dat is wel leuk. De Nationale Winkelraad juicht het initiatief toe. Volgens de raad is een soortgelijke website in Amsterdam, de Negenstraatjes, een groot succes. Ook in Apeldoorn lijkt het initiatief succesvol. De website trok in korte tijd al meer dan 40.000 bezoekers.